in die stuurgroep zat natuurlijk Bram Pater. En ik heb van de week bij de laatste vergadering al gezegd, Bram, er zitten veel meer mensen in die stuurgroep. Maar dat zijn allemaal professionals die laten het, die boeken het zelf in hun agenda in of laten het hun secretaresse inboeken. En of ze nou de tijd aan het ene project of aan het andere project besteden, ze doen hun werk. En jij was eigenlijk de enige, laat ik maar zeggen, fulltime vrijwilliger. En ik denk dat jij ongelooflijk veel energie de afgelopen jaren in de ontwikkeling van Leiden-Noord hebt gestoken. Je bent natuurlijk ook altijd een luis in de pels of een horsel geweest, maar dat heb je juist nodig. Want als er niet iemand in die stuurgroep is die zegt, jullie roepen dat nou wel, maar ik hoor in de wijk hele andere geluiden, dan loop je het risico dat je los komt te zingen van wat mensen echt willen. En we doen het toch voor de mensen in Leiden-Noord. Maar je hebt het wel altijd, je kritiek ongezouten, maar wel altijd op een constructieve manier gebracht. Je hebt altijd met ons meegediscussieerd. Ik denk als we de presentielijsten zouden bekijken dat jij een van de meest aanwezige leden van de stuurgroep bent geweest. Ik heb als het idee, je gaat nog eens op vakantie. Maar dat als je van tevoren de data had, dat je je vakantie erop op afstemde. Je bent ook zo'n beetje de hoffotograaf. Wil is natuurlijk de hoffilmer van de wijk, maar jij bent een beetje de hoffotograaf van de wijk. Heb je je fototoestel trouwens bij je? Nee, ik ben daar. Ja, dat is jammer, dat zou ik zeggen, geef hem even aan een ander. Wij hebben dat zeer gewaardeerd en dat wilde ik hier extra benadrukken. En ik weet niet of je het weet, maar wij hebben in Leiden ook een prijs die specifiek is bedoeld voor mensen die zich langjarig verdienstelijk hebben gemaakt en in hebben gezet voor de samenleving. En wij denken dat jij dat in Leiden-Noord zo lang hebt gedaan, bijzonder natuurlijk in de stuurgroep, maar eigenlijk moet ik dat niet zeggen, want jij voert je activiteiten in de wijk en voor de wijk en vertaalde dat naar de stuurgroep. Die prijs heet de Cornelis Joppersprijs, die specifiek voor dat doel in het leven is geroepen en het college heeft afgelopen dinsdag besloten dat ik jou vandaag die prijs mag overhandigen. Dat ga ik nu graag. Hey, echt stil van. Heel hard door. Maar je gaat niet weg, we zien je nu wel nog even. Ja, absoluut. Ja. Ja.